Nou, zegt u, dan ga ik maar naar huis. Waarom? Nou ja, ik ben buiten Christus. En ik ben onbekeerd, dominee. En nog eerlijk ook, ik ben eerlijk onbekeerd. Er zijn er natuurlijk heel veel die zijn oneerlijk bekeerd. Maar ik ben eerlijk onbekeerd. U bedoelt te zeggen, ik neem het niet zo lichtvaardig op als die ander. Tjo, misschien verlangt u een schouderklopje. U moet niet verwachten dat de wet u één bemoedigend woord zal geven. Omdat u zo eerlijk bent. Want u bent niet eerlijk. U houdt uzelf voor de gek. U bent een zondaar, een goddeloze. U kunt niet meer uit dankbaarheid voor God leven. Daarom zeg ik u, geloof het evangelie. Daarom zeg ik u dat ik u verkondig in opdracht van mijn meester, de Christus der Schriften. Het eerste wat nodig is, is geloof. Nee, niet geloof dat God er is, ook dat wel. Dat hij de hemel en de aarde gemaakt heeft en dat de Bijbel van kaf tot kaf waar is. Nee, nee, zo niet. Maar dat je gelooft dat God Jezus Christus naar de wereld gezonden hebt in de beestenstal van uw hart. En dat hij daar de schoonste aller mensenkinderen gelegd hebt in de schoot van je hart. Opdat u vanavond, niet morgen, dan is het te laat. Maar dat u vanavond dit kind Jezus omhelst. Dat u hem aan uw hart drukt. En daarom leg ik hem in elke dienst in opdracht. Ik voel me gedrongen. In opdracht van mijn meester leg ik hem in uw hart. Omdat u vanavond er niet meer onderuit kan en er ook niet meer onderuit wil. En ik verkondig u in opdracht van mijn meester dat een ieder die de gekruisigde Christus aanneemt, die hem omhelst, dat diegenen hun zonden zijn vergeven. En wij verkondigen u, wij maken u bekend dat u niet alleen vergeving van zonden hebt, maar u hebt ook een nieuw hart gekregen. Een nieuw hart wat niet meer zondigen wil.